Ja, vandaag is een film die u misschien niet van me gewend bent. Sowieso is het buiten. Nou, dat moet ook wel. Want deze auto's nemen bij mij in de show gewoon wat te veel plaats in. Dus we hebben de auto's bij elkaar gezet. Het betreft hier Opel Vivaro's, diesels. 9-persoons vervoersbussen. En de auto's worden of zijn van de eerste eigenaar. Zijn ook altijd professioneel gebruikt om personen te vervoeren. En ja, de wet schrijft natuurlijk een bepaalde veiligheid voor. En dat betekent dat de auto's op veiligheid altijd up-to-date zijn gehouden. Dat wil zeggen service, remmen, transmissie, de bak. Je kan het zo gek niet noemen. Alles is er altijd aan gedaan wat noodzakelijk was. In principe zijn het allemaal dezelfde auto's. Ze staan hier getoond met om en nabij de 2 ton aan kilometers. De 1 240, de ander 215, de ander 250. Maar allemaal met een airco en goed rijdend. En ik kan wel zeggen, nette bussen. Ik laat er eentje zien. Je ziet, de boekjes zitten er ook bij. Digitaal hebben we het onderhoud bijgehouden. En het is gewoon een nette auto met een airco, radio geluidsinstallatie. Ja, en 9 personen. Ideaal voor vakantie. Of als je net gaat starten als taxibedrijfje. Of vervoer van scholen en dergelijke. Kortom, voor weinig geld een goede, complete, niet afgerachte auto. Ja, want we vragen net geen 4000 euro extra btw voor deze wagens. En de prijs is niet onderhandelbaar. De prijs is scherp, maar ze moeten ook weer snel weg. Wilt u kijken naar de auto's of eventueel rijden? Bel dan even met Sterk in Auto's met Alexander. Verdere gegevens staan op de site. Keurig wagens. Bij Sterk in Auto's.